vanavond in de uitzending hebben we Martin Koekenberg, waarmee we gaan praten over de privacy en de gebruiksvoorwaarden van ons Nederlanders. En we hebben Iris de Vries aan tafel die een bril heeft ontworpen om gezichtsherkenning te blokkeren. Verder hebben we gebeld om erachter te komen of medische diensten persoonlijke informatie verkoopt aan derden. Mijn naam is Ivanka en kijk vooral mee naar Brand. Privacy. Ja, iedereen heeft eigenlijk wel mee te maken. Maar hoe staat het eigenlijk gesteld met onze privacy deze dagen? Waar trekken we nu de lijn en hoe gaat men daar eigenlijk mee om? Nou, iedereen heeft eigenlijk wel social media, Facebook, Twitter, Instagram. En daarbij komen ook de welbekende algemene voorwaarden tevoorschijn. Een veel te lange lijst waardoor men vaak zonder nadenken akkoord gaat. Martin, hoe kijk jij hier eigenlijk tegenover? Nou ja, het zijn, wat je zegt, veel te lange lijsten met onbegrijpbare teksten. Ja. Waar eigenlijk best wel belangrijke dingen in staan. Mm-hmm. Maar die, mijn inziens, gewoon veel eenvoudiger moeten. Zodat we begrijpen wat we eigenlijk zomaar wegklikken. Ja, we hebben nu natuurlijk ook een filmpje van. En onze verslaggeefster ging op pad om te kijken of het echt zo gemakkelijk was. Iedereen ondertekent wel zijn algemene voorwaarden. Vandaag gaan we mensen interviewen over hun privacy. Daarvoor laten ze hun algemene voorwaarden tekenen. Maar weten ze wel waarvoor ze tekenen? Waar kom je vandaan? Ik woon nu in Zwolle. En waar werk je? Deltion College. Ik ben videodocent. Heb je ook geheimen? Geheimen? Iedereen heeft geheimen, toch? Ja, geheimen. Ja, ik heb wel dingen gedaan waarvan ik denk, goh, lijkt me niet handig als iedereen dat weet. Een heleboel. Oké, zouden we misschien in je telefoon mogen kijken? Ja, maar heb ik niet bij me. Oh, hoor. Misschien de laatste foto die je hebt opgeslagen? Oh, kijk, dat is hartstikke onschuldig. Een bank. Nee. Waarom niet? Dat is een privéfoto. Het laatste berichtje wat je hebt gestuurd. Kijk, het laatste die ik gestuurd heb is dat ik 2:30 een afspraak heb. Dus dat ik daarna de deuren ga ophalen. Dat ik laat ben vanavond, maar wel thuis kom. Heb je misschien geld op zak? Ja, ik heb mijn pinpas bij me. Zouden we je pinpas mogen en je pincode? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Dat is privé. Nee, wat denk je zelf? Wel niet? Wel. Mag ik die van jou hebben? Omdat het iets van mij is en niet voor iedereen. Oké, dus eigenlijk, ja, je hebt inderdaad wel geheimen. Ik heb wel geheimen, absoluut. Weet je nog dat jij een algemene voorwaarde hebt getekend? Ja. Voor het filmen heb jij een algemene voorwaarde ondertekend. Waarin stond wij recht hebben op al jouw gegevens op je telefoon. Maar ook je bankgegevens, dus je pincode. Oh. Oh, wat erg. Ik heb echt helemaal niet gelezen. Oh, daar stond het dus in. Ja, dat is jammer dan, want die zit ook in mijn telefoon. Dus je mag hem hebben, maar ik heb hem niet. En mensen vergeten dan dat er misschien wat in staat wat tegen hem gebruikt kan worden. Dus voor de volgende keer, lees de algemene voorwaarden. Ga ik doen. Ja, ging wel eigenlijk best wel gemakkelijk, hè? Ja, ze tekenen gewoon, dat klopt. Wij waren dan eigenlijk nog best wel gemeen in het filmpje. Maar denk je dus dat er gevaar bevindt in deze algemene voorwaarden? Nou, als je ziet wat je heel makkelijk weggeeft. Hè, we willen allemaal het liefst gratis apps. Hè, maar als jij een appje downloadt en installeert waar je niet voor betaalt, dan is eigenlijk het hele verhaal omgedraaid. Dan ben jij het product. Leg eens uit. Zo'n app is gratis. Hè, dus zo'n bedrijf wat die app maakt, die willen graag dat ook geven. En je tikt zo heel veel dingen weg van oké, je adresboek wordt op de achterkant weggestuurd. Waar ben ik? Die app, die weet in één keer een hele hoop dingen van jou. Want ja, dat wil dat bedrijf graag hebben. En ze betalen jou met een leuke gratis app, leuk spelletje of iets. Mm-hmm. Dus dat verhaal wordt gewoon omgedraaid. En uiteindelijk komen we erachter en dan gaan we in één keer zeggen van ja, maar oh, wacht even, maar dat wil ik niet. Nee. Je had ook kunnen betalen voor die app. Ja. En hoe zit het eigenlijk met eventuele datalekken bij social media? Is dit mogelijk doordat je de algemene voorwaarden accepteert? Of kan dit ervoor eigenlijk al gebeuren? Ja, wat is een datalek? Kijk, als jij je voorwaarden accepteert waarin jij zegt van joh, ik geef mijn complete adresboek weg, mm-hmm. is dat natuurlijk geen datalek. En nee. We worden wel kwaad als we erachter komen dat het zover gaat. Hè? Maar aan de andere kant, daar had je die voorwaarden eigenlijk moeten lezen. Ja, wat natuurlijk weer zo complex en zo ingewikkeld is dat we dat niet gaan doen. Hey, maar ja, kijk, datalezen natuurlijk, wat nu met Facebook gebeurt. Ja. Dan heb je wel een dingetje. Hoe kijk jij hier tegenover? Nou, ik vind sowieso, ben ik het helemaal mee eens, dat de privacyvoorwaarden op zo'n manier worden verteld dat de meeste mensen die of niet begrijpen of niet lezen. En ik heb toevallig gisteren naar Mark Zuckerberg gekeken, die een hoorzitting had. En zelfs hij zegt, veel mensen lezen het niet en ze zien het niet of ze begrijpen het niet. En dan denk ik,
dan ben je als Facebook of als tech giant, vind ik, verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je mensen voorlicht, dat je mensen inlicht. Ja. En dat je vertelt hoe het zit. En ook op een begrijpbaar, ja, maar begrijpbaar, misschien ook niet, ja, in tekst, maar in beeld. Want dat, ja, is toch ook een beetje. Ja, en hij heeft een hele mooie uitspraak gedaan. Hij zegt van, joh, misschien zijn er mensen die ons platform willen gebruiken, maar die al die data niet willen weggeven. Hij zegt, misschien moeten we daar gewoon een betaalde versie van maken. Hè? Want eigenlijk, voor content, alles. Hè, we willen het nieuws willen gratis lezen, we willen alles gratis lezen. Hè, maar dan zeggen we, ja, we krijgen over die irritante advertenties. En dan kom ik weer ergens anders, dan zie ik ook weer dat ik daar geweest ben. Ja, joh, we willen alles gratis hebben, maar niks kan gratis. Dus dan betaal je. Maar denk je dat als Facebook zegt, we maken ook een betaalde versie, dat ze dan ook kunnen garanderen dat je data niet wordt verzameld? En dat er nog steeds niet wordt. Ik denk dat als Facebook een betaalde versie heeft en ze op dat moment nog een keer op hun vingers worden getikt met van, joh, dit is mensen betalen ervoor dat jouw data niet wordt gedeeld en het wordt toch gedeeld. Ik denk dat je dan hebben ze echt groot probleem. Dan hebben ze een iets groter probleempje als nu. Ja, kijk, nu is het heel sterk. Ik zit natuurlijk aan de andere kant, hè, want ik wil heel graag al die pixeltjes overal neerzetten voor Facebook. Ja, om te kunnen zien voor de klanten, hè, waar campagnes voor optuigen. Ja, weet je, mensen die zetten zelf hun privacygegevens open. En ja, het zit natuurlijk voor een deel een beetje, hoe die voorwaarden in elkaar zitten. Maar ja, aan de andere kant zijn ze, ja, hey, het kan en het gebeurt. En dus ja, ik weet gewoon van veel mensen die bij klanten van mij, hey, waar zitten ze? Ze komen daar, wat doen ze na je tijd? En ik weet dat ik op bepaalde plekken die advertenties neer kan zetten om ze uiteindelijk misschien weer terug te trekken. En zou hier een oplossing voor kunnen komen? Nou ja, kijk, als wij met z'n allen zeggen van, hey, ik vind content, bepaalde content dusdanig belangrijk. Ja. Waarom ga je er niet voor betalen? Je ziet nu bij kranten heel veel komen. Die zeggen van, nou joh, je mag de eerste 4 of 5 berichten, hè, dat zijn de zogenaamde premium berichten, hey, die mag je best lezen. Maar bij de 6e is het afgelopen. Dan neem je maar een abonnement en dan betaal je een paar euro. Ik kan het niet controleren voor het geval dat er weer data lekken komen. Ja, op het moment dat daar, he, klopt, maar ja, kijk, een datalek, dan zit er echt wel een probleem gewoon in die omgeving zelf. Ja. He, en natuurlijk ga je daar, dan ga je weer betalen, dan kom je betaalgegeven ergens, maar uiteindelijk zijn zij, en dat is natuurlijk straks met de nieuwe privacywetgeving ook, zij moeten gewoon kunnen aantonen, omdat zij hun gegevens gewoon goed beveiligd hebben. En daar kun je ook gewoon naar vragen straks. Nu is dat vaag iets, nou, moet je maar geloven, met blauwe ogen, dat het geregeld is. Maar straks moeten zij gewoon keihard kunnen aantonen, nee, ik heb mijn beveiliging in orde, want dat hebben we zo en zo en zo geregeld. Eerst, ik ga even door naar jou. Ja. Jij hebt een bril ontwikkeld wat gezichtsherkenning blokkeert. En dan praat ik voornamelijk over Snapchat en andere apps die gezichtsherkenning hebben. Ja. Leg eens meer uit over je bril. Oké. Ik zal bij het begin beginnen. Ik denk dat het 2016 was. En toen werd ik heel erg gefrustreerd. Want op dat moment begon Facebook tegen mij te praten. Ik ben ook gebruiker van Facebook. Ja. En die zei tegen mij, Iris, neem je paraplu mee, want het gaat regenen in Amsterdam. Ja. Nou, ik ging mijn nekharen van overeind staan. Precies. Ja. En toen dacht ik, hier gaat iets fout. En toen heb ik een boek gelezen en dat heet Je hebt wel iets te verbergen. Van Maurits Martijn en Dimitri Topmetis. Mm-hmm. Echt een aanrader. Uit 2016. Waarin zij een heleboel vertellen wat Facebook allemaal van je verzamelt. En wat er allemaal van je wordt geprofileerd. En daar ben ik ontzettend van geschrokken. En ik merkte dat als ik met mensen erover wilde praten, dat het best wel lastig was om met mensen in discussie te gaan. Dus dacht ik, dat moet anders. Ik wil het mensen laten zien. Ik wil het mensen laten beleven. En ik heb productdesign gestudeerd. Dus als productontwerper heb ik ervoor gekozen om brillen te maken. Dat accessoires zijn. En ik denk dat iedereen in Nederland wel eens een bril op heeft gehad. Wat natuurlijk ook heel herkenbaar is. Om ervoor te zorgen dat ik mensen aan die discussie krijg. Van, ben je ervan bewust wat er allemaal van je wordt verzameld? En ik heb ervoor gekozen om dat met gezichtsherkenning te doen. Er zijn veel mensen die apps gebruiken als Snapchat, maar ook je iPhone, camera of Facebook. En hoe het werkt, gezichtsherkenning, of in ieder geval tot vorig jaar, tot de nieuwe iPhone 10 uitkwam, want ik heb dit vorig jaar ontworpen. Ja. Ik denk dat ze ondertussen weer een nieuwe update nodig hebben. Maar tot dan was het in ieder geval zo dat gezichtsherkenning op zoek gaat in een foto naar een gezicht. Dus twee donkere vlekken en een witte vlek, dus je ogen en je neus. Maar als je daarmee gaat spelen, dus als ik die vlekken bijvoorbeeld verschuif, als ik ze bijvoorbeeld, nou ja, hier heb je dus dat op het moment dat je een Snapchat-filter hebt, dan raakt hij in de war. En denkt hij, zijn dit mijn ogen of zijn dit mijn ogen? Maar hij pakt nooit je echte ogen, omdat deze ook nog
donkerder zijn. Tot de iPhone X. Ja. En ja, precies. En bij deze bril heb ik ervoor gekozen, omdat ik ook heel erg wil dat mensen zelf een mening vormen. En natuurlijk laat ik mijn mening hier ook mee zien. Maar ik wil dat mensen ook een keuze hebben. Dus dit is bijvoorbeeld een bril die zit vast met magneetjes. Dus die zou je gewoon als bril kunnen dragen. Want ik kan me ook best voorstellen dat je op bepaalde momenten wel geïnteresseerd bent in gezichtsherkenning. Mm-hmm. En op bepaalde momenten niet. En dan kun je ervoor kiezen om dan een lichtvlak over je ogen te zetten. En dan kan Snapchat je in ieder geval niet meer herkennen. En zou dit dus ook werken bij mensen die apps zoals Snapchat vermijden? Zou de gezichtsherkenning dan nog wel werken? Zeg maar bijvoorbeeld bij beveiligingscamera's, zou het dan nog steeds werken om geblokkeerd te worden? Ik denk dat die veel verder zijn met innovatie in die gezichtsherkenningstechnologie. En ik denk niet dat je op Schiphol onherkenbaar bent met deze bril. Maar het zijn prototypes en dat kan best een streven zijn om daar nog onderzoek in te doen. Er zit natuurlijk kunstmatige intelligentie achter, ook die systemen. Ja. Die gaan op een gegeven moment ook wel kijken van, wat is dat? Hè? Nee, dat is een bril, dat zijn niet de ogen. Dus denk ik ook een kwestie van tijd. En denk je dat social media zoals Snapchat toestemming geeft aan derden om de gezichten te gebruiken? Dat kan ik niet zo zeggen. Ik weet niet de privacyvoorwaarden uit mijn hoofd. Dat is niet ondenkbaar. Maar het is niet ondenkbaar. En ik denk eigenlijk dat ze zich misschien wel hebben ingedekt. Ik bedoel, ingedekt als in we mogen. Dat ze bijvoorbeeld zeggen dat ze mogen gebruik maken van jouw foto. Dat ze niet zo snel zullen doen, maar dat het wel zou mogen. Ik denk dat er zoiets wel in terug te vinden is. Ik denk dat je schrikt als je het terugleest. Ja, denk ik ook. Daarnaast dat je eigenlijk zelf verantwoordelijk bent wat je op social media ziet, zijn er natuurlijk factoren waar je niet altijd grip op hebt. Daar is de verkoop van medische gegevens ook een onderdeel van, net zoals in het volgende filmpje. En wij waren eigenlijk wel benieuwd of dit gebeurt. Laten we gaan kijken. Zorgverzekering met Jo, wat kan ik voor je doen? Hoi, goedemiddag, met Nathan Wacht. Ik heb laatst van een vriend gehoord dat banken en verzekeraars informatie kopen van ziekenhuizen en huisartsen en zo, om aan de hand daarvan bijvoorbeeld verzekeringen te verkopen. Weet u hier misschien meer van? Of doet uw zorgverzekering dit? Sterke vraag. Weet ik niet. 1, 2, 3. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daarvan niet eerder heb gehoord. Kijk, wel dat bijvoorbeeld commerciële bedrijven dat doen. Zeg maar als je commercieel bijvoorbeeld bij je telefoonmaatschappij wellicht of zo, maar kom je maar bij ziekenhuizen? Ja, precies. Gehoord eigenlijk. Als u een beetje op mij heeft, ga ik eventjes zoeken wat ik erover kan vinden. Ja, is prima. Ben ik zo beter. Ik zet ik eventjes in de wacht. Dank u. Nou, ik neem aan dat dat binnen ons niet zo is, maar ik zit nu even heel diep na te denken bij wie je dat eventueel wel boven water zou kunnen halen. Dag Nathan, daar ben ik weer. Hoi. Hoi. Ik heb ook even een collega gevraagd, want dit is niet iets wat ik standaard in mijn informatieboekwerk heb staan. Nee, natuurlijk. En zij gaf aan van het zal zeker voorkomen dat er organisaties zijn die dit op die manier aanpakken. Hora doet daar niet aan mee. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Graag gedaan. Yes, dank u wel. Fijne dag. Zelfde, dag. Nou, er was dus eigenlijk één partij die bevestigde dat dit eigenlijk dus wel zou kunnen gebeuren. Maar zou het ook een voordeel kunnen hebben als banken, derde partijen deze informatie makkelijk tot hun beschikking kunnen krijgen? Denken jullie? Voor hun wel. Ja. Voor hun wel. Ik denk als consument daar niet echt blij mee bent. Maar is het mogelijk door de verkoop van de medische gegevens dat de gegevens in gevaar kunnen komen? Nee, ik denk dat op stel je voor dat zij zijn nemen gegevens. Je weet niet wat er exact komt te liggen, tot in welk detailniveau. Ja, waar staan die? Worden die gewoon ergens in een dropboxje neergezet? Of, of is dat toch... dus wat gebeurt er met die gegevens? En dan krijg je weer van hoe goed zijn die beveiligd en wie kan erbij? En zou de arts hierdoor nog goed hun werk kunnen doen, denk je? Door de verkoop van medische gegevens door te geven aan de... Nee, ik weet niet wat een arts daar beter of slechter mee gaat doen. Ja, ik denk dat ze gevoel zegt van, wacht even, ik zie nu iets. Misschien moet ik er niet hard op roepen, want
Daar kan zijn verzekeringspartij wel eens iets mee. Ik kan me best voorstellen dat artsen of onderzoekers een heleboel informatie van verschillende patiënten over de hele wereld zouden willen verzamelen, zodat ze misschien patronen kunnen zien in medicijngebruik. En dan, maar dat is natuurlijk het ideale plaatje. En maar dat is natuurlijk voor iets heel iets anders. Kijk, als je binnen de medische wereld dat gaat verzamelen en je gaat daar bepaalde trends in zoeken, van hey, we zien dat, dan snap ik hem. Maar een externe partij, ik denk dat we eigenlijk voor vanavond gewoon een conclusie moeten trekken, hè, dat die er eigenlijk niet is. We kunnen onze privacy niet zo dusdanig beschermen dat iedereen er tevreden mee is. Dus hou die vraag vooral bij jezelf. Voor vanavond wil ik jullie heel erg bedanken en graag tot de volgende keer. Ja.